Minister Henry Orrie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur zegt dat de komende tijd veel meer aandacht zal worden besteed aan de betere vorming van het beroepsonderwijs. Tijdens een persmoment op zijn departement vandaag zei de bewindsman dat er vooral veel aandacht gevestigd zal worden op de beroepen die te maken hebben met dienstverlening en techniek. We zijn nu aan het voorbereiden de afronding van het schooljaar 23-24 en we anticiperen op de voorbereide werkzaamheden 24-25. Wat is er precies aan de hand? 13 maanden geleden ongeveer nam ik over als minister portefeuille onderwijs, wetenschap en cultuur. En daarbij zagen we dat een aantal implementatiezaken rond die nieuwe vorming van de basisvorming, wat te maken heeft met de implementatie van de 10-jarige basisschool, een aantal problemen waren typisch te noemen het doorstroombeleid. Orrie meent dat er snel is ingespeeld op de problemen binnen het doorstroombeleid. Het doorstroombeleid waar enorm veel kritiek was, gratis overgaan en van alles en nog wat, hebben wij toen gaandeweg geleidelijk stopgezet. De onderwijsminister geeft aan dat vernieuwingen niet in één keer doorgevoerd kunnen worden. Veranderingen moeten stapsgewijs worden geïmplementeerd.